De regering streeft erna om in de komende maanden 2500 kavels die door de overheid zijn uitgegeven toegankelijk te maken. Dit zei de voorzitter van de stuurgroep Landelijke Woningbouwprogramma LWBP, Pertab Bisumbaar, afgelopen woensdag bij de uitreiking van 60 bereidverklaringen op Reeberg. Hij stelt dat er altijd al gronden zijn uitgegeven door de overheid. Het is echter de regering Santokki die deze gronden toegankelijk maakt voor de burgerij. Waarbij onze target is om de 10.000 te halen. De 10.000 te halen en daarmee de trend te zetten dat we bezig zijn het problematiek helemaal op te lossen in dit land. En natuurlijk, als we op 25 mei aanstaande niet ready zijn met alle Surinamers die een stuk perceel moeten hebben om daarop te kunnen bouwen, dan gaan we na 25 mei door. En dat is allemaal in uw handen. U gaat beslissen, met een potlood gaat u het daartoe moeten brengen dat we door kunnen gaan. Bisumbaar zei verder dat de aanvrager via het AHP USD 6000 subsidie kan krijgen voor de bouw van een woning, maar alleen als die over een perceel beschikt. Er is al een verzoek bij de regering ingediend om extra middelen beschikbaar te stellen voor de subsidiëring van woningbouw.